Sjors, een moeilijke week lijkt mij. Hoe lang heb je nodig gehad om de scherven te rapen? Ja, normaal zeggen we altijd 24 uur en dan moet je weer terug op aarde zijn bij winst en verlies. En nu merkten we dinsdag, onze vrije dag, dat ik heel chagrijnig wakker werd nog. Dan hoop je woensdag wakker te worden met goede moed en veel energie. Maar ook woensdagochtend was het nog lastig. Maar gelukkig de training van woensdag. Dan ga je weer vooruit kijken, dan ga je weer lekker aan de slag. Dan hebben we ook wel een hele goede groep die dan de energie ook heeft om door te gaan. Dus eigenlijk woensdagmiddag konden we weer echt de energie voelen. En de kracht om weer vooruit te gaan. Dus het was een pittige. Mimoun, Mahi, we zien jou regelmatig invallen gelukkig. Maar ben jij momenteel klaar om te starten? Persoonlijk wel, eerlijk gezegd. Ik voel me steeds fitter. Het gaat steeds beter op fysiek vlak. Dus in die zin heel positief. En hopelijk meer minuten, ja. Het is nog even de vraag of je daadwerkelijk start. Maar heb je het gevoel dat je bijna een hele wedstrijd aan kan? Ja, kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen twee wedstrijden half uur gespeeld. Dus dan zou inderdaad het vervolg kunnen zijn 45, 60 minuten. Dus voor mijn gevoel zou dat zeker mogelijk zijn. Alleen het is altijd afwachten wat de keuze van de trainer is. De trainer zei al, Mimoun is achter de schermen ook hartstikke belangrijk als mens, als persoon. Maar ik denk dat jij te popelen staat om ook langer te mogen spelen, hè? Nee, zeker. Ik denk als voetballiefhebber wil je het gewoon zo lang mogelijk op het veld staan. En daar heel belangrijk in worden. Dus dat is aan mij de taak om als vervolgstap daar die stap te maken. Je bent hier nu sinds de winterstop. Jij ziet ook wat er in een groep gebeurt. Wat heeft deze groep nodig, denk je? Een paar winstpartijen. Nee, ik denk echt oprecht dat we er elke keer heel dichtbij zitten. Alleen het kwartje valt iedere keer helaas niet onze kant op. Maar je ziet heel veel positieve dingen op het veld. En je ziet dat we als team zijn aan het groeien zijn. Alleen we weten ook dat de tijd dringt. We hebben nog 12 finales. Dus hopelijk kunnen we morgen een hele mooie slag slaan. Emotie, je noemt het al, die zat natuurlijk hoog. Emotie is ook een woord waar het in het persmoment heel erg over ging. Is het moeilijk dan om door die emotie heen te kijken? Ja, dat merk je natuurlijk heel erg. Simpele voorbeelden. Als we de 2-0 maken, zijn wij de beste ploeg van de wereld. Dan denk je, wat een start en geweldig. Ja, nu maak je hem niet. Wordt het zelfs 1-2. Ja, dan zie je ook in de eindfase wel of geen 2-2 maken. Hoe groot verschil dat maakt. Hoe groot verschil is tussen net wel, net niet. En waardoor alle emotie ook gelijk helemaal de verkeerde kant op slaat. Terwijl met één goal de andere kant op. De wereld er zo anders uitziet. En dat is logisch. Want voetbal gaat dan winnen of verliezen. Maar tegelijk moet je als staf en spelersgroep daar niet te veel in blijven hangen. Want daar kan je niet meer aan veranderen. Je moet kijken naar wat je wel kan doen. Wat heb je goed gedaan tegen Heerenveen? Er waren meerdere dingen. Maar ook het ging er niet goed. Er waren ook meerdere dingen. En daar moet je aan de slag gaan. Zodat je de week daarna weer beter bent dan vorige week. Dat klinkt heel simpel. Maar dat is wel ons werk. Elke dag beter worden. Elke week beter spelen dan de week ervoor gebeurde. En je vertelde dat natuurlijk de invloed van buitenaf, van de mensen, de kritiek natuurlijk ook invloed heeft op jou en je spelers. Je vertelde dat je het ook wel jammer vond dat je soms niet helemaal op de inhoud in kunt gaan bij een wedstrijd. Hè? Dat het vaak vooral over gevoel gaat. Ja, dus ik haal het over. Emotie gaat bij alles in tegenwoordig discussie eigenlijk de overhand krijgen. Er is geen debat binnen of buiten voetbal waar de emotie weg is. Of nou over stikstof gaat, over asielzoekers of over voetbal. Maar die emotie had wel vaak de inhoud helemaal weg. Want de keuzes die gemaakt worden, nu in dit geval voor het voetbal, voor een wissel. Ja, is een wissel goed of slecht als iemand scoort? Of moet je kijken naar wat hij heeft gebracht en of de logica er was? Er zijn meerdere voorbeelden van wissels. Neem de gouden wissel, of de bekende wissel van advocaten. Waar Robben toen een lange tijd blessures had gehad, geblesseerd was. En misschien wel een hele logische wissel. Maar ja, kijk hoe het uitpakt. En nog steeds praten we erover zoveel jaar later. Dat hoort bij voetbal. Voetbal is emotie. Maar het is wel onze taak om de emotie ook te kunnen filteren. Want anders ga je niet beter worden. En ja, het zou mooi zijn als er af en toe een klein beetje nuance was in het praten over voetbal. Want dan kon je ook verder komen dan alleen maar dom schreeuwen en passiestrijd en peper in de reet. Want ja, deze groep heeft heel veel passiestrijd en peper in de reet. Maar eigenlijk moeten we beter worden in details. En die details zijn voor ons belangrijk om punten te gaan halen. Ik denk dat heel de ploeg de supporters kan begrijpen. Want je wilt natuurlijk je team wedstrijden zien winnen. Dus in die zin begrijp ik het. Alleen wat ik hier heel erg merk is dat de fans altijd achter ons zijn blijven staan. Dus in die zin ben ik heel positief verrast, eerlijk gezegd. Heb je wat dat betreft tegen Heerenveen ook veel aanknopingspunten gezien richting AZ? Ja, ik heb een geweldige start. Waarin het afjagen, de voorzet, een wereldgoal denk ik van Björn Johnson. Hoe snel je de 2-0 kan maken. Het goede slotoffensief waarin we meerdere goede kansen krijgen. Een ploeg die meer en meer durft te voetballen. De vastigheden, er zijn een paar keer teruggekomen dingen dat de vastigheden ontbreken. Ja, dat vastigheden niet op het veld komen, kan ook met andere dingen te maken hebben, bijvoorbeeld met zelfvertrouwen. Maar als ik kijk naar NEC,
uit. En nu Heerenveen thuis, die een ploeg die echt durft te voetballen, die durft op te bouwen, die kansen daarmee creëert. En mensen die durven indribbelen, die durven in te spelen tussen de linies in. Ja, daar zie je een hoop aanknopingspunten. Maar, terecht kritiek kan dan zijn, de goals vooral die je weggeeft, dat is veel en veel te makkelijk. En dat is heel makkelijk gezegd. Dus moet je gaan kijken, wat gaat er dan fout? En wat moeten we heel veel beter doen? Daar is ook hoop winst in te halen. En dat komt vaker terug. En dat is frustrerend, want daar praat je over, daar train je op, daar praat je nog een keer over. Maar uiteindelijk doet je het weer de das om. Ja, een mooi moment denk ik om dat tegen AZ, een mooie uitdaging om dat weer te laten zien. AZ denk ik bijna wel top van Nederland op het moment, hè? Ja, een kampioenskandidaat, 100%. Al jaren een hele goede, stabiele club met een hele duidelijke speelstijl. Veel lopende mensen, goed verzorgd voetbal. Ja, echt een knappe prestatie hoe die club zich de laatste jaren heeft opgewerkt van naar gewoon een normale club naar een kampioenskandidaat toe. Echt knap en ook een leuke tegenstander om te zien. De analyse is af en toe denk je nou, je moet wedstrijden kijken wat het moet. Maar AZ kijken is ook gewoon leuk, want je ziet een ploeg die heel duidelijk een bepaalde stijl heeft. Maar tegelijk zie je ook wel echt wel kansen, want we hebben gekeken naar AZ tegen Utrecht, 5-5. Ja, daar zie je ook wel genoeg kansen om ze pijn te doen.